Er zullen aangepaste COVID-19-maatregelen voor bezoekers worden gehanteerd door het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Volgens Wendel Pinas, waarnemend penitentiair onderdirecteur, zal de leiding van het korps verder afstemmen met familie en vrienden van de gedetineerden. Pinas geeft aan wat de aangepaste maatregelen inhouden. Wat de samenleving moet verstaan is dat met dus de aangepaste maatregelen, welke de president heeft aangekondigd, de inrichtingen, ook nog het huis van bewaring, daar dus de maatregelen ook zijn aangepast. Dat wil zeggen dat we dus gaan naar het nieuwe normaal. En dat wil zeggen dus dat de mensen niet alleen maar de spullen zullen afstaan, maar dat de mensen dan weer in de gelegenheid worden gesteld om dus daadwerkelijk hun mensen te bezoeken. Maar wat van belang is, dat in acht wordt genomen de Mohana-maatregelen. Dat blijft helemaal van kracht. Maar ook van belang is dat ze dus stipt de wenken, de aanbevelingen goed opvolgen van dus de ambtenaar. Aanwezig natuurlijk op de zaterdag en de zondag tussen 8 en 12. En wat was het dan in het begin? Nee, in het begin was, zoals ik het eerder zei, van, dat je dus hier zou moeten komen. En dat je spullen, je mag je spullen dan afstaan. Controle, reiniging, alles wordt gedaan. Maar nu is het dus dat de mensen weer in de gelegenheid worden gesteld om dus fysieke mensen te bezoeken. Pina zegt dat er bij dit besluit rekening is gehouden met de penitentiaire ambtenaren en de gedetineerden en ook met hun familie en vrienden die op bezoek willen komen. De controle die blijft van kracht, zoals we dus dat eerder hebben gehad. Maar alleen wat je gaat hebben is dat je dus nu wel fysiek je mensen kan bezoeken. En was er de afgelopen 2 jaar wel wat begrip vanuit de familieleden van de gedetineerden? Helemaal, helemaal. En we hebben natuurlijk ook zeker onze doelgroep, de gedetineerden, bedankt daarvoor. Voor dus geduld en begrip gedurende dus, die periode. En zeker ook de ambtenaren die sowieso zich hebben moeten inzetten om te kunnen werken volgens dus, de maatregelen die toen gelden voor dus het voorkomen van dus COVID, een COVID-uitbraak. Door toepassing van strenge maatregelen is het de centrale penitentiaire inrichting gelukt om het aantal COVID-besmettingen in de strafinrichting laag te houden.